Dat was nogal een voorsprong meteen. Ja, het was niet heel makkelijk. Tenminste, het is best bizar, maar we hadden wel een voorsprong. Dus wel lekker. En heb je dat dan meteen door als je zover voor ligt? Want jullie waren vanuit de start, waren jullie weg. Ja, de start ging best wel goed. We hadden bij de voorwedstrijd dat we iets naar stuurboord gingen, maar we gingen nu gewoon recht. Dus dat was echt wel lekker. En ik zag de ploegen naast me wel erachter, maar ik keek nog niet heel erg naar de andere kant. Alleen op een gegeven moment hadden we echt door dat zeg maar iedereen erachter lag. Dus dat was heel chill. Jullie hebben zo'n voorsprong op het veld. Het zijn natuurlijk de Europese, er zijn nog andere landen die hier niet zijn. Kunnen jullie nog beter dan hier of gaat het nu perfect? Het ziet er perfect uit. Nee, het gaat niet perfect en dat is ook wel fijn dat we gewoon nog dingen hebben om aan te werken, denk ik. Ik denk dat we echt nog wel stappen kunnen zetten hierna. En inderdaad zijn er nog concurrenten uit, weet ik veel, Amerika en zo. Dus ja. Die komen er dan nog wel bij. Een persoonlijke vraag aan jou. Je kwam natuurlijk uit de selectie voor de dubbel. Je zit dan nu voor de dubbel 4. Je zit dan nu in de 4 zonder. Heb je al helemaal je plek gevonden? Ja, ik vind het echt superleuk. En vooral als het bootje zo lekker loopt en met zulke leuke ploeggenoten.